De vierde kaars brandt, het was ook de grootste vlam. We zijn bijna kerstmis, de geboorte van de Messias. Een geboorte. Jezus wordt geboren als een kind. Zo begint het leven, zo begint het leven van iedere mens. Zo begint ook het leven van Jezus. God kiest heel duidelijk voor een nieuw begin en een nieuw verhaal. Hij komt in Jezus nieuwe dingen doen. God herbegint niet door zijn regering opnieuw samen te stellen, door enkele mandatarissen te veranderen of oudgedienden te verplaatsen. Nee, hij herbegint in een kind. Hij herbegint met een nieuw gelaat en een nieuw gezicht. En zodra Jezus zal beginnen spreken en handelen, zal die nieuwheid heel vlug te merken zijn. Met het nieuwe dat Jezus doet, daarmee zal hij heel vlug in de rand van de samenleving terechtkomen, van meet af aan. Laat me even voorlezen uit de evangelist Lucas. Terwijl zij daar waren, kwam voor haar, Maria, de tijd dat ze moest bevallen. En ze baarde een zoon, haar eerste kind. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, omdat er geen plaats was voor hen in de herberg. In een voerbak, omdat er geen plaats was in de herberg. Van meet af aan zal Jezus welkom zijn en niet welkom tegelijk. Geliefd door de enen, gemeden door de anderen. Hij zal vele vrienden maken, maar minstens evenveel vijanden. Het nieuwe dat God doet in Jezus, het is niet overal even welkom. We hebben onze vierde kaars ontstoken voor de laatste week. Het is de kaars waarmee we Jezus oprecht welkom willen heten. Welkom met het nieuwe dat Hij in deze wereld en in onze kerkgemeenschap wil doen. Dat nieuwe hebben we zo hard nodig. Welkom, Jezus, op kerstmis. Voor u brandt de vierde kaars.